zijn we dan? Ja, als heksje. Maar wel de goede heks. Jazeker. We zijn vandaag aanbeland op een dag wat donderdag heet. Ja, donderdag. Jullie hebben het goed verstaan. En het is ook nog eens een keertje 13:27. Ja, dat zijn de getalletjes die er staan. En we leven, wordt er ook gezegd, wordt beweerd daar op dat kleine blokje daar, op dat gekke schermpje, dat het 2510 is. Van 2018 alweer. Ja, het gaat hard hoor, zeker. En ja, ik wil jullie als eerste ook een hartelijk welkom heten weer bij Heksje Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag Heksendag. Ik ga als heks door het leven. Vandaag ook in de stad is het Halloween. Ja, Halloweenmarkt. Daar ga ik overheen. Maar, dat hoop ik. Ja, want het is iedere keer slecht weer. Het regent. Bah. Oh. Bah. Mag niet regenen. Of mag het wel regenen? Nee, hè? Mag niet. Nee. Het is niet fijn weer. Nee. Doe er wat aan. En nu, dan is ik boos worden, ja? Oh. Maar oké. Ik zal zeggen, ik ben een goede heks. Ja, ik ben niet zo slecht. Nee, ik tover je niet om als een kikker of een zwijn. Nee, dat doe ik jullie niet aan, daar zijn jullie te lief voor. Dus ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik zeg tot straks maar weer. Ja, dat was ik weer. Ja. Ik ben er weer klaar voor. Om dus naar vandoor te gaan. Ja, ik pak mijn motortje en ik vlieg er weer heen. Ja. We gaan nou niet naar Dromenland toe. Nee, we gaan de stad onveilig maken. Op de juiste manier. Zoals het behoort. Ja. Pas maar op. Corina, de heks komt eraan. Ik ga. Thank you.
Hier ben ik dan. Ja, in de stad. We zijn een aantal bang weggegaan. Vooral kindertjes. Ach, lekker belangrijk. Ik doe ze toch niks. Nee, het komt goed. Ja. Alles komt goed. Ja, er wordt ook gezegd mooi. Dus ja, ik ben een mooie ex. Maar ook een lief. Ja, en daar gaat het toch om. Dat de mensen niet zijn voor elkaar. Ja, dus niet stout zijn. Nee, niet goed. Maar het is hier wel leuk. Ja, dus ik zeg tot straks maar weer.